De evaluatie van de overeenkomst die in 2013 tussen de overheid en Staatsolie is gesloten ten aanzien van de opkoop van thermische energie is afgerond. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen deelde vandaag voor de aanvang van de ministerraadsvergadering de nieuwe ontwikkelingen in deze zaak. Sinds mijn aantreden waren we toen bezig met de evaluatie van de energievoorzieningssector. En het is toen al opgevallen dat de deal een beetje nadelig is voor de overheid. En we hebben toen het besluit genomen om het te gaan evalueren. Nou, die evaluatie hebben we gehad. En wat we nu doen, er is een gemeenschappelijke werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van NH, van het ministerie van Financiën, van Staatsolie en van EBS, zo'n werkgroep. En die heeft nu de taak om de deal te gaan heronderhandelen. Abiyamofo merkt verder op dat er vorderingen worden geboekt ten aanzien van dit vraagstuk. Er zijn al 2 gesprekken geweest met de belanghebbenden. De bewindsman stelt dat de deadline voor een nieuwe overeenkomst gesteld is voor januari 2023. Dat we in elk geval tegen die tijd een nieuwe deal hebben gebaseerd op andere gronden. En waarbij alle partijen tevreden zullen zijn. Maar ik moet wel toegeven dat die deal toen in 2013 gesloten een beetje anders kon zijn. Ook in de kwestie van EBS-president-commissaris Otmar Sibilo is het onderzoek afgerond. Er was namelijk aangifte gedaan tegen Sibilo dat hij het bedrijf zou hebben benadeeld. Echter heeft het Openbaar Ministerie bepaald dat Sibilo in deze kwestie onschuldig is. Naar zeggen van Abiyamofo is er niets aan de hand, ondanks dat er een andere mening leeft in de gemeenschap.